Welkom bij de e-learning Kruidenwijs. Hiermee laat ik even zien hoe de updates zijn verlopen en wat voor nieuwe mogelijkheden er zijn. Op het moment dat je naar kruidenwijs.nl gaat, kom je hieruit, de voorpagina. Als cursist heb je een inlogcode gehad, hè? Gebruikersnaam en wachtwoord. Als je dan op login klikt, dan zie je ook dat de loginpagina een beetje vrolijk is geworden. Hier vul jij je gebruikersnaam in, wachtwoord erbij en klik op login. Dan kom je eigenlijk op je cursusoverzicht uit. En dat is hetzelfde als mijn startpagina. Startpagina, dat is de voorkant van de site die iedereen kan zien, maar mijn startpagina, dat is echt alleen voor de cursisten. Nou, hier zie jij een overzicht van jouw cursussen. Op het moment dat je als nieuwe cursist instapt, krijg je altijd welkom bij de e-learning. Je wordt aangemeld voor de kruidenbabbel en voor de helpfunctie. En daarnaast komen dus, de kruiden, dus een beetje net wanneer je instapt, komen dus hier dan in het overzichtje te staan. Dus ben je in oktober ingestapt, dan begin je bij de eik. En dan loopt, zeg maar, elke maand komt er een kruid bij. Dus de lijst wordt steeds langer. Oké, dus ik ben nu eigenlijk alleen voor de cursus van de eik aangemeld. En voor de welkom, forum van de eik, kruidenbabbel en de help. En wat ik hier beneden zie, dat is eigenlijk je onlangs geopende. Dus stel dat ik nu ook bijvoorbeeld het chatroom even zou openen. En ik zou weer teruggaan naar mijn startpagina. Daar staat hier onlangs geopend erbij. Zie je? Oké. Nou. Dan ga ik even naar cursus de eik. Dat is misschien het makkelijkst. Hier zie je het maandoverzicht. Eigenlijk de hele cursus. Je kan alles samenklappen. Dan gaat alles dicht. Dan zie je alleen de hoofdstukken. Maar nog niet dus de sub, zeg maar, submenu's. En hier zie je dat ook nog een keer. Dus een beetje dubbel op, maar dat maakt het op zich niet uit. Want via het kruisje kan je het wegklikken. Op zich best wel handig natuurlijk. Dus je kan kiezen van, ik klap alles open. Nou, dan ga je meteen naar de juiste plek toe. Dus zeg maar, ik wil naar het maandoverzicht van de eik. Nou, dat ga ik lezen. Kruidenbabbel, hè, wanneer is sauwen. Nou, je kan alles lezen. En zo navigeer je zeg maar door de cursus heen. Naar beneden scrollen. En op het moment, hier kan je ook nog kiezen. Het is echt, ja, nou ja, navigatiemogelijkheden zijn oneindig. en als je dan denkt, nou, ik wil toch even overzichtelijk hebben. Ik wil meteen naar de maan bijvoorbeeld. Klik je deze dus open. En dan kan je per hoofdstuk kan je ze open en dicht klikken. Hè? De donkere is het. Ja, je zegt met hoofdstuk en dan zijn dat de submenu'tjes eronder. En nou, dan ga ik even deze allemaal dichtklikken. Maar dan wil ik naar de maan. Dus dan klik ik hem aan en dan kom ik eigenlijk meteen op de juiste plek terecht. En dan zet ik hem hier weer even weg. Nou, dan kan ik hier de oogstmaan aanklikken. Doorlezen, ritueel voor de oogstmaan. Nou, zo op die manier navigeer ik dus door de cursus heen. Wil ik weer terug naar het overzicht van de eik, klik ik op de eik. Of ik klik hier op waar ik heen wil eigenlijk. Dus het is best wel uitgebreid geworden, vind ik zelf. Nou, stel dat ik weer even terug ga naar... Oh nee, wacht, we gaan nog even een vraag doen. Want de vragen zijn natuurlijk wat, nou ja, wat, een beetje hetzelfde gebleven wel. Maar het is sowieso altijd een beetje lastig. Dus op het moment dat ik... een quiz wil doen, hè? Dus de vragen wil beantwoorden over dit hoofdstuk, klik op quiz, attempt quiz, en dan ga je de vragen beantwoorden. Dus in dit geval zijn er 4 vragen, en dan ga je dus vragen, hè, de vragen zo aanklikken, welk soort ei komt het meest voor in Nederland? Nou, ik denk de zomerijk. Controleer, ja, het antwoord is juist. Wat is de juiste benaming voor de eik? Nou, stel dat ik denk Ichia, hè? Even een gekkigheid. En dan denk ik, oh nee, dat is natuurlijk de kwerkers. Dus dan klik ik even op wis mijn keus en dan klik ik de kwerkers aan. En dan pas op controleer. Nou, ook goed. Nou,
oorspronkelijke functie van een kroezeboom. Ja, dat is een eik die werd gebruikt om kruispunten aan te geven. Controleer. En wat zijn gal of galappeltjes? Eitjes van insecten of de woekering van het blad. Nou, in dit geval de woekering van het blad. Ik kan het ook expres even fout doen. Stel dat ik klik op eitjes en controleren. Zegt hij dat antwoord is niet juist. Zie je, dan krijg je ook een kruisje daarnaast. Nou, dan klik ik op einde poging. En dan klik ik op bewaar alles. Beëindig test. Bewaar alles. Beëindig test. En dan. Oh, ik heb deze ook niet goed. Oh, die werd gewoon. Ja. Nou ja, wat. Oké. Sorry, we gaan weer verder. Oh nee, wat is wel leuk om dan even te kijken. Oké, ik heb het dus fout gedaan. Wat gaan we nu doen? Klik ik even op nakijken, eindigen. En dan ga ik naar hier, herkans de test. Dan kan ik hem opnieuw doen. En dan kan ik hem dus wel goed doen. Dus dan kan ik hem ja, wel netjes doen. Zomerrijk. En kwerkers. Stuk land. Grens aangeven. En de woekering van het eikenblad. Veroorzaakt door insecten. Einde poging. Bewaar alles. En beëindig test. Nou, wat je dan doet, op het moment dat je klaar bent, heb je hem ingestuurd. Dan ga je eigenlijk klikken hierop om weer verder te gaan waar je gebleven was. He, eigenlijk in de geschiedenis, kijk maar, want daarvoor hadden we dit deel. En hier kan je dat ook nog even zien. De les helemaal doorlopen. Ja, dus je klikt iets aan, je leest de les door en hieronder kan je dus naar rechtsaf of linksaf gaan, heen of terug. De rune en een energie, dat is dan een document, een PDF-document, die heb je dan eerder in de les gehad. En die klik je aan en dan wordt er een PDF geopend die je dan kan gebruiken om bijvoorbeeld uit te printen of gewoon even ja, ernaast te houden als je de runenlegging zou gaan doen. Oké, even denken, wat hebben we nog meer? Zijbeer, dat moet je maar even vergeten. Dat probeer ik nog weg te halen, want dat is, in principe gebeurt er niks. Maar dat is niet van toepassing voor jullie als student. Dus dat ga ik nog even weghalen, maar daar kom ik nog niet bij hoe dat zit. Dus mijn startpagina is belangrijk. Dan heb je hier jouw profielicoontje. Dan kan je dus ook direct naar de help, naar de chatroom. Berichten gebruik ik bijna niet, want ik bericht jullie eigenlijk altijd via de mail. Je profiel, je cijfers en je voorkeuren. En de voorkeuren, dat is ook wel leuk om even te laten zien. Op het moment dat je die aanklikt, kom je hier terecht in het voorkeurvenster. Dan kan je kiezen voor bijvoorbeeld het wijzigen van je profiel. En dan zou je bijvoorbeeld profielfoto kunnen uploaden. Gebruikersafbeelding heet het in dit geval. Nou, dan klik je deze aan. Kijk, als je nu ziet dat hier iFacer, dus dat zijn mijn initialen, maar als ik dat ga veranderen, dus ik ga upload, een bestand doen, bladeren, nou, dan kan je gewoon naar je eigen computer toe. Ga je naar afbeeldingen. Nou, eens even kijken, wat heb ik nog een leuke afbeelding? Die ik... Oh, kijk, deze is leuk. Even kijken, de Triple Moon. Ja, die is wel leuk. Dus ik klik op openen. Bladeren, upload. Nou, dan staat hij erin. En op het moment dat ik klik op wijzig profiel, dan zal je zien dat hij hier ook wordt getoond. Rechtsboven. Ja, en hier. Wacht, leuk. Wachtwoord wijzigen kun je doen, maar in principe hoeft dat niet. Want je hebt een mooi wachtwoord gekregen van mij voor de... Bij de inlog, zeg maar. Nou, de rest zou ik gewoon lekker vergeten.
Het is belangrijker dat je weet van oké, mijn startpagina, daarvan ga ik alles doen. En dat je weet dat als je hem aanklikt, dat je dus twee keer verschillende menu's hebt. Je hebt hier het menu om even snel ergens naartoe te navigeren. Als ik even kijk wat dit dan voor een menu is. Oh, dit zijn blokken. Nou, die kan je eigenlijk wel vergeten. Oh ja, wat nog wel leuk is, nog even terug naar mijn startpagina. Even kijken. Dan zie je hier dat er edit mode staat. Stel je zet hem aan. Dan kan je een blok toevoegen. Nou, dat kan, dat hoeft niet, maar stel het gebeurt per ongeluk en je zit een beetje, hè, je bent een beetje bezig aan het zoeken. Klik hier op blok toevoegen en dan zou je bijvoorbeeld het blok, nou, laat ik eens wat leuks doen. Kalender toevoegen. Dan komt hij dus onderaan te staan als blok, zeg maar, extra. En ja, nou, stel dat je denkt, oh, dat wil ik eigenlijk niet. Dan klik je hier op dat dingetje, het kleine icoontje van instellingen. En dan zeg je verwijder blok kalender. En dan weet u het zeker? Ja, ik weet het zeker verwijder. Nou, dan kan je weinig aan misgaan in principe. Het is gewoon even een kwestie van voor jezelf. Gewoon even lekker uitdokteren. En je bent als student zeg maar niet gemachtigd om de website in de war te gooien. Dus probeer het maar. En als je denkt, nou, het is nu wel een beetje een rommeltje geworden. Dan klik je gewoon pagina terug op standaard zetten. Dan krijg je altijd weer dit beeld. Dus als jouw overzichtje met jouw cursus, aangemelde cursussen. Nou, dat was het wel voor nu, denk ik. Op het moment dat je klaar bent, klik je hier op je profiel-icoon. En dan klik je op log uit. En dan ben je weer terug bij de homepage eigenlijk. En op het moment dat je weer terug wil en in wil loggen, klik je weer op login. Ja, is leuk hè, deze achtergrond. Lekker groen. Nou, mocht je nog vragen, opmerkingen hebben of iets willen weten, dan hoor ik het graag van je. Doeg, doeg!